Hi allemaal, leuk dat jullie weer kijken. Dankjewel daarvoor. Even een kleine update. Want er was iets mis met mijn vlogcamera, waardoor ik dus niet alles heb kunnen filmen en alles kunnen doen. Sorry daarvoor. Maar dus vandaar een kleine update. Update 1. Ik heb mijn haar een stukje afgeknipt, zoals jullie mogelijk kunnen zien. Oké, het licht. Irritant. En het is donker, hè? Dus overigens niet zonder slag of stoot gegaan. Ging dus naar een vriendin om mijn haar een beetje bij te kleuren, omdat het natuurlijk was teruggeslagen. Zoals jullie weten, ik heb haar. En ik wilde al heel lang een bob. En eigenlijk had ik zoiets van, nee, want dan wil ik het echt donker hebben en niet meer hoeven te verven en dan alles afknippen, weet je wel. Dus een heel stappenplan had ik in mijn ogen bedacht. En toen waren we dus daar mijn puntje aan het knippen. En het was al wat warmer uitgeslagen, wat ik eigenlijk niet zo mooi vond, want daar hou ik daar gewoon niet van. En toen ging ze me natuurlijk opnaaien van, hey, doe nu een lang wop. Want ze dacht, ja, dat ze toch niet. Maar als ik iets in mijn hoofd heb, ik ben een impulsief persoon. Dus ik dacht, oké, knip maar af, doe het. Dat is iets van, oké, maar deze ken jou. Gaan we dus niet doen, we doen wel een tussenlengte. Ik dacht, oké, prima. Ik ben blij, dank je Ash, dat ze die tussenlengte heeft gepakt. Want anders ging ik denk echt huilen. Want dit was echt een shock. Maar toen was het dus al een beetje warmer. En toen had ik dus Rox gevraagd. Omdat ik, ja, als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik dat gewoon. Dus toen had ik Rox gevraagd van, oh, wil je mijn haar verven? Mijn kind heeft nog nooit een verfkwast aangeraakt. Dus zij dacht echt van, oké, meid, meen je deze? En hoe dat is gegaan, is ook best grappig. Maar ik ben echt blij met het resultaat. Dan update 2. We hebben een demodag en een wedstrijddag gehad met onze sportschool. De wedstrijddag is natuurlijk voor de kinderen die echt wedstrijden mogen. En die eraan toe zijn. En demodag is voor kinderen die nog geen wedstrijden mogen omdat ze nog geen 10 zijn. Dat is door de sportautoriteiten zo bedacht. En voor kinderen die misschien nog niet helemaal klaar zijn voor een wedstrijd, maar het wel graag willen of in ieder geval een ervaring willen van hoe dat nou in zijn werking gaat. Dus hartstikke leuk bedacht. Ik vind het overigens heel jammer. Steeds meer regeltjes komen wat wel en wat niet mag. Dan denk ik van waar houdt het op? Van wanneer stopt het? Ja, en ik vraag mij ook af van, oké, waarop is het dan echt gebaseerd? Terwijl dat ik echt snap dat het komt vanuit zelfbescherming en bescherming van de jeugd. Heel jammer dat het op deze manier zo wordt opgepakt. Ik denk samen met mij heel veel anderen. En ik zeg niet dat de sport op deze manier wordt kapot gemaakt. En ik wil dat het niveau hierdoor naar beneden wordt gehaald. En eigenlijk dus het tegenovergestelde wordt bereikt wat er eigenlijk mee bereikt zou moeten worden. Of wat ze er eigenlijk mee willen bereiken. Want wij hebben heel veel jeugd gehad die nu nog steeds bij de volwassenen vechten. Die op hoofd hebben gespart. Die nu gewend zijn dus hun handen hoog te houden. Die gewoon goed hun best doen op school. Die eigenlijk niks mankeren door de sport. Maar ja, dus ik vind het heel jammer dat het zo is. En wat je dus ook ziet, is dat op zo'n demodag, ja, er is gewoon totaal geen techniek aan de pas. Kinderen zijn niet gewend hun handen hoog te houden, niet gewend om te incasseren. En ik vind het jammer, want ik denk dat je door die regels eigenlijk, kijk, wij zijn een heel sterk groot kickboxland. Heel veel toppers komen hier vandaan. Heel veel mensen willen hier trainen. Wij als Nederland zo'n sterk sportland zijn, laten we dat blijven. Mede doordat onze jeugd gewend zijn op hoofd te sparren, waardoor ze dus de basisdingen eigen maken. De basisdingen die je leert met kickboksen. Ten eerste is ten alle tijde jezelf beschermen, dus handen hoog houden, nooit wegdraaien, altijd je tegenstander aankijken. Luister naar je hoek, want dat zijn je ogen. Natuurlijk het stukje discipline. Kinderen die naar een wedstrijd toe leven moeten natuurlijk echt klaar zijn voor een wedstrijd. Dus conditie, techniek goed beheersen, dat soort dingen. Natuurlijk luisteren, dus je eigen netjes gedragen. Tenminste, dat is wel wat wij verwachten van onze jongens van de sportschool. Dat je goed je best doet ook op school en dat soort dingen. Dus natuurlijk is elk kind anders. Niet iedereen is hetzelfde, maar zeg maar, naar elk kind kijkend ga je daar natuurlijk je eisen voor stellen. Van oké, je mag een wedstrijd, maar wel op deze voorwaarden. Ik denk dat door het stukje, zeg maar, waardoor ze dus geen wedstrijden meer mogen, je wel heel veel
van dit, de basisdingen die eigenlijk het toedoen kapot maken. Het is natuurlijk een gewenning, hè? Dus het moment dat dadelijk inderdaad die hoofdkap afgaat en ze op hoofd mogen sparren, hangen de handen op de knieën. Dus ja, ik hoop echt oprecht dat hier mogelijk nog naar gekeken kan worden of iets aan gedaan kan worden. Of ja, want als je naar elke sport kijkt en goed genoeg zoekt, is er in elke sport wel iets gevaarlijks te vinden. Nou, we zijn aangekomen met team van Roosmalen. Gaan jullie niks zeggen? Hoi. Zijn jullie er allemaal klaar voor? Ja. We zijn hier dus op demodag. We zijn net allemaal. Ja. Vinden jullie het spannend? Ja, een beetje. Beetje? Nee? Nee. Maar je moet een beetje zenuwachtig zijn. Ik ben ook een beetje zenuwachtig. Vandaag, als allereerste allemaal topvierigen zijn. Die meedoen met clubkampioenschappen, maar nog steeds van clubkampioenschappen. Dat betekent twee echte wedstrijden. Eén op de rij. Ja? Ziet mij nou dat er twee vetten tegen elkaar best wel gewaagd zijn. Laten wij iets meer toe dan normaal, zeg maar. De regels zijn heel simpel, partijboxregels, geen technieken naar het hoofd, dat mag niet, maar de rechterautoriteit hier. Rondjes zijn 3 keer 1 minuut. Je mag je eigen handschoenen aan, dan wordt vervolgens net helm. En schermschermers, alle vechters, en er staan de matchmaking die je vast had kunnen zien. Op, via de achterkant word je opgeroepen, rood doek en blauw doek. En over de catwalk, lekker de ring in, en daar met z'n allen een leuke partij van, of een leuke dag van. Zijn. We zijn net teruggekomen van demodag en ik wil echt even Joey en zijn team bedanken. Jullie hebben het echt top georganiseerd, dat is echt super leuk. En ook super leuk voor de kinderen, dus echt top gedaan. De kinderen hebben weer laten zien wat ze kunnen, ze hebben weer ontzettend veel geleerd en weer een hele ervaring opgedaan, zeg maar, qua wedstrijden en hoe het eigenlijk in zijn werking gaat. Dus dat is wel echt super leuk, wat dat vind ik altijd. De stijlprijs was er ook voor degene die zeg maar, het beste had geluisterd en technisch het beste heeft laten zien per sportschool. Dus dat is ook super leuk geregeld. Plus een extra natuurlijk voor motivatie voor de kinderen. Nou, we zijn aangekomen bij de wedstrijd. Ik was natuurlijk weer eens laat voor de verandering. Dus, maar hey, ik heb wel de koffer bij.
verder tegen Hesdy. Ten eerste wil ik alle vechters die daar hebben gevochten en hebben gewonnen feliciteren. Dit moment nemen om de toppers achter Glory, die elke keer weer het prachtige evenement klaarzetten en alles voor elkaar krijgen, even een dikke duim geven. Want zonder al die mensen achter schermen was er helemaal niks van Glory waar. Dus echt, jullie zijn eigenlijk de echte helden. Maar dan Badr Hesdy. Iedereen heeft natuurlijk wel iets over die partij te vertellen. En ik snap best natuurlijk, er werd heel veel van verwacht. En als er zoveel van iets verwacht wordt, valt het eigenlijk altijd tegen. Dus dat vind ik wel heel jammer. Dat twee topvechters, dat die partij ook door sommigen misschien wordt gezien als minder. Terwijl dat totaal niet het geval is of was. Want het zijn gewoon twee topvechters. En serieus, al die mensen die wat te zeggen hebben, ik ga er maar lekker zelf staan en doe het lekker zelf, want get a life. Serieus, petje af voor die heer hoor. Ik zou het er heel anders vanaf hebben gebracht. Ik denk dat ik zou struikelen over het podium en net voor de ring flauw zou vallen, want oh my god. En overigens wil ik ook, waar ik mij altijd dood aan irriteer, en niet alleen bij deze partij, maar bij alle partijen, is die uitjouwers en uitfluiters. Van serieus, hebben jullie niks beters te doen? Ik vind alle vechters die ook maar in de ring durven te stappen, verdienen respect. En het feit dat ze daar staan, is niet zomaar. Dus een beetje respect is op zijn plaats. Het leven van een vechter is echt een heel eenzaam bestaan eigenlijk. Want jij bent uiteindelijk degene die in die ring moet staan en die het moet doen. Want er is niemand die zegt van, oh je hebt een kutdag, hey, ik ga jou vandaag helpen met jouw wedstrijd. Dus alsjeblieft, een beetje respect is op zijn plaats. En nogmaals, als je denkt dat je zelf beter kan, ga er lekker zelf staan of get a life. Dus dat.